In de Surinaamse media, Dagblad Waterkant, staat een stuk met de kop NDP-parlementariër Tsun, voor mij is Simons de beste kandidaat. Ik zal lezen wat er verondersteld wordt in dit stuk. 11 juni 2024. Voor NDP-parlementariër Steven Tsun is oud parlementsvoorzitter Jenny Simons de beste kandidaat om de verkante voorzitterspost bij de Nationale Democratische Partij in Suriname, NDP, in te vullen. Het is een hele goede kandidaat en voor mij is zij de beste kandidaat. Maar we hebben wel genoeg in de NDP, dus we zullen zien wat de interne verkiezingen zullen uitwijzen, zegt Sun in een interview op CultuurUl TV. Sun, ook oud-minister van Handel, Industrie en Toerisme, was afgelopen week samen met enkele partijvenoten aanwezig op een partijactiviteit te Blauwgrond. Middels huis-aan-huis -huis campagnes wordt geprobeerd om alle kiezers te bereiken. Volgens de politicus zijn de geluiden uit het veld zeer positief naar de Paarse partij toe. We hebben het geluk dat wij in het verleden al hebben laten zien wat we kunnen doen en we hebben geluk dat we een andere regering hebben die heeft laten zien hoe het niet moet. De strategie is in ieder geval om met de mensen te praten, ongeacht van welke partij ze zijn. Want het is een so-so lobbypartij. We zullen niet met mensen in discussie gaan, maar we praten gewoon met de mensen over hoe het beter kan en moet, al dus de NDP'er. Met de veroordeling en onderduiking van partijvoorzitter Daisy Boutersen wil de Paarse partij eventuele problemen bij het Centraal Hoofdstembureau, CHS, voorkomen. Vandaar dat er binnenkort bestuursverkiezingen zullen worden gehouden en zal er toch een nieuwe voorzitter worden gekozen. Voor nu heeft alleen Simon zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. Zij zei eerder dat ze dit gedaan heeft omdat er heel veel mensen zijn die haar gevraagd hebben dat te doen. De politica stelt een doel te hebben dat de NDP zich weer plaatst in de positie waarbij zij deel kan uitmaken van het bestuur. Het wachten is nu op de verkiezingscommissie. Het streven is om de verkiezingen binnen twee maanden te houden. Dagblad Waterkant, Paramaribo, Suriname.